Nou, het is 11 uur, dus ik denk niet dat er heel veel mensen meer bij zullen komen. Dus, hey, van harte welkom allemaal. We hebben niet zo'n heel groot groepje. Ik heb de presentaties vrij lang, dus ik hoop dat ik het binnen de tijd kan doen. Ik had eigenlijk willen vragen van, nou, stel dat de vragen zijn, doe het achteraf. Maar gezien de grootte van het clubje, stel dat jullie wat hebben, gooi het er maar gewoon meteen in. En dan kijken we wel even hoe we met de tijd uitkomen. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Manuel Gasseling, aspirant inspecteur binnen het KFPS. En ik mag voor jullie vandaag een presentatie geven over de hengstenkeuze. Althans, hoe gaan we een goede selectie maken op basis van de tools die het KFPS biedt. En de gegevens die jullie als merriehouders hebben. En kijken of we daar een mooie match voor kunnen maken. Dus daar gaan we meteen maar mee beginnen. Nou, het programma, waar gaan we het over hebben? Ja, allereerst een stukje fokdoel, gaan we beknopt even uitleggen. We hebben natuurlijk als KFPS een bepaald fokdoel vastgesteld. En dat is het beeld wat we na proberen te streven in de fokkerij. En proberen ook over te dragen aan de leden, zodat daar in ieder geval naartoe gewerkt wordt om dat fokdoel te behalen. Dat is voor iedere merriehouder natuurlijk ook van belang, om te weten van oké, waar willen we naartoe? Wat zien we graag als stamboek? Nou, er hoort een stukje linea-score-formulier zit erbij. Dat is de info van jouw eigen merrie. DNA-testen slaan we niet over. Zeker tegenwoordig een heel belangrijk aspect binnen de fokkerij. De kenmerken van de merrie, de fokwaarde van de merrie. Nou, algemene hengsteninformatie gaan we even bekijken. Verwantschap en inteeltpercentage. Nou, en dan hoop ik dat we er nog aan toekomen dat we even kunnen laten zien welke tools de website ook biedt. Om dan een selectie te kunnen maken. Kom erbij. En ja, uiteindelijk welke hengst kies ik bij mijn merrie. Je zult zien, natuurlijk zit er altijd nog een stukje persoonlijke smaak bij. Dat zal altijd blijven. En ook van, waar ga ik mijn fokproduct voor gebruiken? Wil ik graag rijden? Wil ik graag mennen? Wil ik graag paarden fokken die in exterieur heel goed zijn? Dus er zit altijd nog wel een persoonlijk aspect bij natuurlijk. Van wat jij belangrijk vindt in jouw fokkerij. Ook kijken naar je eigen paarden natuurlijk. Nou, we hebben een soort stappenplan opgezet. Er zijn eigenlijk 7 stappen om te kijken. Van nou, het fokdoel, dat heb ik net al kort toegelicht. Dan gaan we kijken naar het linea-score-formulier. Een belangrijk stukje gegevens van je eigen merrie natuurlijk. Ja. DNA-testen, daar gaan we daar ook verder op in. Kenmerken van de merrie. Nou, dan gaan we even kijken wat kunnen we verbeteren. Wat zou je willen verankeren juist. Ja, het is niet alleen maar verbeteren, maar als je een merrie hebt met goede punten, wil je ze ook graag verankeren in je fokkerij. Nou, de potentiële kandidaten zoeken op basis van fokwaarden, rapporten. Karakter, niet te vergeten, belangrijk aspect tegenwoordig. En de eigen waarnemingen, dat zul je ook altijd houden. Nou, verder het verwantschap en inteeltpercentage. En er wordt veel over geschreven, veel over gezegd, dus dat mogen we zeker niet vergeten. Een belangrijk aspect in de fokkerij. En dan uiteindelijk weer je eigen afwegingen. Nou, het fokdoel van het KFPS, globaal samengesteld. We willen graag een functioneel en harmonisch gebouwd gebruikspaard in bezit van Friese raskenmerken. Dat gezond en vitaal is en aanleg heeft om in de sport te presteren. Dat is eigenlijk in een korte omschrijving wat we nastreven als fokdoel binnen het KFPS. Nou, we hebben het opgedeeld in 4 facetten. Ja, sinds kort hebben wij vitaliteit, gezondheid bovenaan gezet. Dat is gewoon, dat verdient gewoon de aandacht. Karakter, tweede plek. En iedereen die wil gewoon een goed gebruikspaard, die gewoon past bij hetgeen wat je wil. Een meer werkend paard. Als derde punt het exterieur en beweging. Opgedeeld in raseigenschappen, bouw, beenwerk en dan de beweging. Zoals jullie zullen weten, waar we op de keuringen stappen en draf zullen beoordelen. In de aanlegtesten ook de galop daarbij meepakken. En natuurlijk een stukje sportaanleg. Nou, rastype, wat zien we graag? Ja, een mooi plaatje, hè? Ja, zeker. Ik weet niet of ik voor de deur spreek, hoor. Ik heb een stukje. Ja. Maar ik hoorde je zeggen, nou, we hebben nu vitaliteit. Ja. En karakter. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat er aan staat en wat je ermee gaat doen. Ja, ik denk dat. Ja. Ja, nee, we gaan er wel deels op in. Dat is natuurlijk ook een vraagstuk wat uiteindelijk in de fokkerijraad ook besproken wordt. En dat is eigenlijk nu niet zozeer waar ik eigenlijk het verhaal over zou houden. Dat is een heel belangrijk aspect. En wat kun je eraan doen en wat gaan we daarin verbeteren? En dat zijn aspecten die nu bij de fokkerijraad liggen. Om te kijken of we nog meer testen kunnen doen op karakter. Om te kijken of we nog meer DNA-testen kunnen doen op gezondheidsgebied. Er zijn inmiddels ook nog heel veel testen gaande.
Ja, dan proberen we nog steeds meer DNA-factoren te vinden om andere, ja, niet bekende factoren te vinden om gezondheid en vitaliteit te bevorderen. Dus daar wordt al heel veel aan gedaan achter de schermen. Maar ja, dat zijn allemaal testen en allemaal plannen, zeg maar, die uitgewerkt worden. Dus daar kan ik ook niet heel veel over vertellen nu nog. Maar het heeft de aandacht, zeker bij de Fokkerijraad, in combinatie met wat onderzoekscentra, zeg maar, die zijn er echt heel druk mee bezig om dat steeds meer inzichtelijk te krijgen en te bevorderen in de toekomst. Nou, een stukje rastype, dat zien we graag. We zien natuurlijk graag een paard met veel uitstraling, een edelhoofd. We willen graag een paard zien met een verticale en een mooie lange hals. Een paard met veel behang, mooi zwart van kleur, een volle staat, mooie sokken. Ja, met een mooi silhouet. Dat is wat we nastreven als we praten over rastypen. Als we praten over bouw, dat vinden we belangrijk. We zien graag een paard die wat lang gelijnd is. We zien een paard die opwaarts gebouwd is. Een paard die hoogbenig is en die ook duurzaamheid uitstraalt. Dus ook een stukje jeugd uitstraalt. Ja, een paard die een voldoende kruislengte heeft en ook een goede ligging daarin. Zodat hij ook gewoon veel kracht kan ontwikkelen vanuit die achterhand. Het zijn allemaal zo wat facetten die in de bouw meespelen, wat we nastreven. Beenwerk, ook een belangrijk factor. No feet, no horse, zoals ze dat zo mooi zeggen. We zien graag rechtgesteld beenwerk. In het voor- en het achteraanzicht, in de zijaanzichten gewoon het voorbeen rechtgesteld. Het achterbeen niet te grote hoek, dus niet te sabelbenig, maar ook niet te recht. Ook gezien een stukje duurzaamheid willen we daar gewoon een mooie hoek in hebben. We willen graag grote hoeven zien. Zo is het een samengesteld beenwerk wat we graag zien en vastgelegd hebben in het fokdoel. Overigens, het fokdoel heb ik niet helemaal laten zien. Op de website kun je ook per facet, dus hè, wat vinden we van het hoofd, wat vinden we van de hals, wat vinden we van de rug. Er staat exact omschreven, zeg maar, wat we graag zien en wat we minder graag zien. Dus in detail kun je al die stappen ook nog een keer doornemen en die staat allemaal op de website. Nou, beweging, ook zeer belangrijk. In het fokdoel, wat omschrijven we? We hebben natuurlijk de stap, draf en de galop. Altijd het meest belangrijke wat we zeggen, we willen graag een paard zien die met takt en regelmaat beweegt. Veel kracht kan ontwikkelen, ruimte heeft in zijn bewegingen. Een stuk lichaamsgebruik, dus lossigheid wil laten zien. Correctheid, dus bewegingsafloop van het beenwerk. We willen niet graag het zwaaien, het maaien, dat soort zaken zien. Buiging en spronggewricht. We zien graag veel buiging met een achterbeen die ver onder de massa geplaatst wordt. Daardoor krijg je een stukje gedragenheid en balans en creëert ook een stuk zweefmoment. Dat zijn eigenlijk de belangrijke factoren waar wij op letten als je praat over de beweging. Nou, het sportdoel zelf, die staat op de vierde plek dan. En voor een sportfunctioneel gebouwd plaat in bezit van Friese raskenmerken dat gezond en vitaal is en over voldoende capaciteit en conditie beschikt om in de sport te presteren. Nou, ja. Ja. Zou je dat stukje van de website, welke mogelijkheden die allemaal bieden, wat naar voren kunnen halen? Want dat is het praktische deel. Ja. Ja, ik zal proberen inderdaad wat sneller doorheen. Dat helemaal aan het eind zit. Ja, nee, dat is goed. Maar er zijn dadelijk wel wat belangrijke dingen die we niet over moeten slaan. Zeker om naar je eigen merit te kijken. Nou, uw vakdoel, dat is denk ik helder. Ik bedoel, iedereen heeft daar ook wel zijn eigen idee in. Maar probeer het fokdoel van het KVPS altijd in het achterhoofd te houden. Een linea score formulier, dat is een belangrijke gegeven juist om een keuze te maken. Daar maken wij een index van, fokwaardeschatting. Geeft heel veel informatie voor de fokken zelf. Dat is juist eigenlijk een heel belangrijke tool om je uiteindelijk... Je leest wel dat je die verbeterpunten of ankerpunten, ja, zoals je net noemde. Te veel verbeteren, wat adviseer je daarin om één belangrijk punt, als dat een afwijking is? Nee, ik zou zelf, als je gaat kiezen, dan zou ik gewoon bijvoorbeeld 4 of 5 punten nemen van een merrie waar je van zegt van nou daar wil ik op verbeteren. Niet, zeker niet meer dan dat. Best wel veel. Ja, dat is al best veel. Je zult ook zien als je de tools gebruikt dat je weinig hengsten vindt die alle 5 gaan doen. En dan is het gewoon een kwestie van spelen van oké, wat vind ik van die 5 minst belangrijke? Dan haal je er eentje weg. Dan pak je die 4. En zo ga je gewoon kijken van oké, welke hengst past daar dan het best bij? We zullen straks nog wel even zien. Nou, linea score doen we sinds 1993. Belangrijk om te weten is, we hebben een bovenbalk en een onderbalk. Bovenbalk zetten we de kruisjes per onderdeel van het rastype, bouw, beenwerk en de bewegingsvorm. En de onderbalk, dat is een waarderende observatie en dat zijn de cijfers. Dus dan het huidige
lineair scoreformulier. Nou, ik weet niet of de meesten van jullie dit ooit wel eens gezien hebben. Waarschijnlijk wel. 27 kenmerken. Alle 27 krijgen een waardering. Waarbij de gemiddelde score, en dat is wel belangrijk te weten, is 25. Ja, je gaat altijd, je redeneert altijd vanuit het gemiddelde van het paard. Dus als je wil verbeteren, zit je boven bijvoorbeeld de 25 en sommige kenmerken onder de 25. Maar daar komen we daar ook even op terug. Optimum kenmerken en maximum kenmerken. Je hebt een aantal kenmerken die belangrijk zijn dat ze in het optimum liggen. Bijvoorbeeld rugvorm. Je wil een rugvorm niet te week, niet te strak hebben. Dus daar is eigenlijk de gemiddelde score gewenst. Maar als je bijvoorbeeld lengte hals of edelheid in het hoofd hebt, dat kan eigenlijk niet... kan eigenlijk niet goed genoeg of groot genoeg of lang genoeg of mooi genoeg zijn. Dus vandaar een maximum kenmerk. De hoger, hoe beter. Nou, dit is wat ik zeg, optimum kenmerken, rug, lendenen, vorm. Dit wil je eigenlijk allemaal op het gemiddelde hebben in jouw, op jouw lijstje wat je van je merrie krijgt. En maximum kenmerken, ja, hoe hoger hoe beter. Dus hoofduitdrukking, bewegingsuitdrukking, behang, dat soort zaken. Ja, en er zijn er nog wat optimum kenmerken die dan duidelijk boven het gemiddelde moeten zitten. Dus koord, of ja, halslengte, de koordlengte, hoefvorm, dat soort zaken. Je wil, een hoef is bijvoorbeeld, je wil ze niet klein hebben, maar te groot wil je ook weer niet. Dus dat zijn eigenlijk optimum kenmerken waar je het liefst iets aan de grote kant wil zien, maar niet te. Dus het is geen maximum kenmerk, maar wel een bepaalde voorkeur in het optimum kenmerk. Ja. Ja, dit is maar een voorbeeld, hè, van de... Ja? Nou, dit is wel een hele belangrijke. Wat is de gemiddelde lengte van de groep? Het is een beetje een raar plaatje, maar dat geeft wel een beeld. Wat is nu eigenlijk het gemiddelde? Ik heb dit plaatje er even bij gemaakt. Dus als we alle merries op één grote hoop zouden gooien, dan is dit eigenlijk de verdeling zoals onze populatie nu vorm krijgt. Dus als je kijkt, alle scores, ik heb die 25 er even bij gezet, dat is eigenlijk het gemiddelde. Dus als je dat vertaalt naar fokwaarde tussen die 96 en die 104, dat vertegenwoordigt eigenlijk bijna 70% van de hele populatie. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat alles binnen die norm, dat eigenlijk allemaal gemiddeld is. Dat is wel belangrijk om te weten, want als je dus fokwaardes wil gaan selecteren om je merrie te verbeteren, dan zoek je eigenlijk naar de excessen buiten de gemiddelde. Fokwaardes van 100, 101, 102, dat lijkt op zich prima, alleen de kans dat je dan een verbetering krijgt is natuurlijk heel klein. Dus vandaar dat wij ook zeggen, kijk dan naar die 104 en hoger en 96 en lager. Alleen dat is eigenlijk, voor alle kenmerken is dat eigenlijk juist negatief. Ja, dus vooral die 104 en hoger, dat zijn eigenlijk de kenmerken waar je het liefst, waar je het best naar kunt kijken. Het is een andere weergave, maar dit geeft eigenlijk hetzelfde verhaal als je dan kijkt naar, niet naar fokwaarde, maar naar liniascores. Ja, dan zie je duidelijk die 25, ja, als gemiddelde 20. En die andere 20 die bij je score 30 staat, dat vormt weer die 70%. Waar je eigenlijk zo min mogelijk in wil selecteren op het moment dat je je hengstenkeus gaat maken. Is dat duidelijk? Nou, de onderbalk geeft een waardering voor die 5 kenmerken dan. En dat zijn dus puur de cijfers die we geven per onderdeel. Belangrijk is dat er een relatie moet zijn met die bovenbalk. Dus als ik kruisjes allemaal heel positief heb gezet, dan kan dat natuurlijk niet een gemiddeld cijfer van een 6,5 zijn. Dan moet dat corresponderen. Dus dan... Ja, nou... Oh, hij doet al, ja. Dan gaan we even kijken naar de DNA-testen. Nou ja, de problematiek is jullie wel bekend. Het is een gesloten fokkerij. Sinds 2014 hebben we natuurlijk verschillende testen beschikbaar. Waterhoofd, werkgroei, fosfactor. En het advies, ja, het meeste wordt ook eigenlijk al automatisch wel gedaan, is zorg dat je je merrie getest hebt. Weet gewoon wat jouw merrie eventueel wel of niet of dragerschap heeft. Nou, dit gaat wel wat verder daarop in. Ik denk dat... Is het voor jullie interessant om daar verder op in te gaan? Want ik wilde eigenlijk het liefst zo snel mogelijk naar... Ja? Nou ja, goed. Wat er staat, één gen is daar verantwoordelijk voor. En we hebben dat ook bekeken in... Als een drager kan een AA, een hoofdletter AA en twee hoofdletters hebben, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wat jouw dragerschap vertegenwoordigt. En het belangrijkste is om te weten... Als je dus die dragers met elkaar gaat kruisen... En dat is wat je hier ziet...
Stel dat ze beide een drager zijn. Dus als je in de linker kolom verticaal ziet, hè, dan heb je het vrouwelijke paard, dan heb je een hoofdletter A, kleine a. En als je horizontaal kijkt, dan zie je het mannelijke paard ook met een hoofdletter A, kleine a. Dus die zijn beide drager. Dus als je dat, nou, als je dat zo met elkaar bekijkt, dan heb je dus kans, hè, dat je uiteindelijk een klein, twee kleine a'tjes bij elkaar brengt. Dus dat betekent dat je 25% krijgt, kans krijgt op een afwijkend veulen. 50% kans dat hij drager is en 25% kans dat hij geen drager wordt. Dus een paring aangaan, dus met beide dragers, geeft toch een aanzienlijke kans op een afwijkend veulen. Dus die 25% moeten we zeker niet onderschatten. En de kans dat je 50% dragerschap krijgt, moet ook natuurlijk niet vergeten. Want dat geeft in het vervolg van jouw fokkerij, kan dat ook weer gevolgen hebben. Nou, en als je eentje drager is van de twee, dan krijg je eigenlijk dit beeld. Nou, dan krijg je eigenlijk gewoon een 50-50% kans. Je krijgt 50% kans op dragerschap, 50% geen kans op dragerschap. Grote punt hierbij is natuurlijk dat je geen kans hebt om een afwijkend veulen. Ja, want dat gen moet dubbel aanwezig zijn om dat te krijgen. Want het kan niet bij elkaar komen nu. Dat is eigenlijk in hoofdlijnen waar je tegenaan kijkt als je het over DNA-testen hebt. Of in ieder geval genetische afwijking hebt. Op de website staat ook voor elke hengst staat dit beschreven. Die DNA-test en de uitslag hiervan, die kun je dus gewoon terugvinden op de site. Voor elke hengst kun je dit vinden. Dus als je het weet van je merrie, dit is het eerste waar je naar kijkt. Maak geen paring waar je een risico mee aangaat. Nee, dat zie je normaal ook niet. Alleen dat heeft meer te maken met, want dit is al een rapport wat ouder is, dat heeft te maken met de type test wat toen gedaan werd. Ja, het staat er ook bij volgens mij, ja, dat is een merkentest, zie je dat? En niet op een gentest. En die waren minder betrouwen. Precies, dat zul je nou niet meer zien. Hè? Nee, klopt. Wel even belangrijk om te weten, sluit dragers niet uit. Het is niet erg om een drager te gebruiken, mits je het op een verantwoordelijke manier doet. Want ook dragerhengsten kunnen heel veel positief genetisch pakket hebben, wat je niet kwijt wil in je fokkerij. Dus sluit ze ook niet uit, maar vermijd die risicoparingen. Nou, dit is eigenlijk een beetje een opzomming van wat ik net gezegd heb. Ja, draaghengsten kunnen ook gewoon goedgekeurd worden. Nou, in de nabije toekomst, dit gaat steeds verder, dus we zijn nog steeds bezig met nieuwe testen. Nou, dan de merrie. Kenmerken merrie. De eigen beoordeling en lineair scoreformulier. Belangrijk, de fokwaarde. Weet jullie het verschil tussen de lineaire score en de fokwaarde? Het zijn twee verschillende dingen, wat vaak was bekeken en dan gedacht dat het hetzelfde is. Het lineair scoreformulier is echt voor de merrie zelf. Dat noem je ook wel het fenotype, dus met andere woorden, zo ziet die merrie eruit. En dat heeft natuurlijk een beperkte genetische waarde. De fokwaarden zijn gebaseerd op de fokfamilie, vader, moeder, broers, zussen. Dus dat is een samengestelde waarde. Dus als je gaat kijken in je fokkerij en je wil een hengst kiezen, ga dan kijken naar jouw lineair scoreformulier. Check dat met jouw fokwaarde. Kijk, als je dan dingen overeen ziet komen, dan kun je er wel van uitgaan dat het genetisch behoorlijk verankerd ligt al. Zitten daar verschillen in? Ja, dan moet je gaan kiezen. Kies ik voor de eigenschap van de merrie of kies ik voor de eigenschap van die fokwaarde, als er afwijking in zit? Dan zou ik, die geeft meer betrouwbaarheid over het genotype, dus dan zou ik altijd kiezen om de fokwaarde voorrang te geven op de eigen observatie van de merrie. Huh? Dat is wel een belangrijk verschil. Nee, want die fokwaarden die op de site staan, als je inlogt op op mijn KFPS en je kijkt naar de fokwaarde van jouw merrie, die zul je zo ook zien, dat is al gebaseerd op de fokfamilie, zeg maar, en niet op de merrie zelf. Er wordt nog wel eens verward dat de lineair score is van de merrie, maar dat is het niet. Kijk, dit is dan even een voorbeeld van een ingevuld lineair scoreformulier, om even aan te geven van, nou, dit is eigenlijk een hele gemiddelde merrie. Die scoort allemaal 7 en een 6,5. Dus hier kun je bijvoorbeeld al wel gaan kiezen van, oké, wat wil ik verbeteren? Nou, wat valt op? Nou, vooral de stap en de draf, dat zijn twee kenmerken waar dit paard gewoon eigenlijk wat matig op scoort. Matig of gemiddeld moet ik het eigenlijk noemen. Ja, nou goed, kijk, die heeft nog een 7 gekregen op ras.
Nou ja, weet je, dus als je dan niet te veel wil selecteren, dan zou je kunnen zeggen van nou, ras, bouw en beenwerk, dus in de bouw in zijn totaliteit scoort je eigenlijk voldoende. Dus bij zo'n merrie zou ik zeker focussen op een stukje beweging. En eventueel wat exterieur kenmerken die echt opvallen. Als je bijvoorbeeld kijkt, rug, vorm, die scoort ze eentje week. Besef je dat het nog steeds binnen het gemiddelde is? Over 20, 25 of 30 gescoord was nog steeds binnen het gemiddelde van het ras, dus het is niet extreem, maar die zou je dan bijvoorbeeld mee kunnen pakken in je overweging. Kijk, dit is dezelfde merrie en als je die dan zou spiegelen aan het lineair scoreformulier wat je net ziet, wat je net zag, als je dan daaronder kijkt, dan zie je eigenlijk op stap en draf dat zij eigenlijk best wel hele hoge fokwaarde heeft, 105 en 105, dus eigenlijk net boven het gemiddelde zelfs. Wat is de fokwaarde? Dit zijn de fokwaarden, ja. Ja, en dat is heel goed om te weten. Dus je ziet dus eigenlijk al een verschil in je lineaire score. Dus de merrie zelf die scoort eigenlijk gemiddeld iets ondergemiddeld op beweging. Maar in jouw fokwaarde scoort ze eigenlijk best wel heel goed. Dus als je dan terug zou gaan kijken naar de moeder en naar de vader dieren, dat zullen waarschijnlijk paarden zijn die wel goed bewegen. En hè, daar ook hoog op gescoord hebben. Ja, ja, maar dat is echt een heel belangrijk gegeven. Ja. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zie nu dat dit een wat ouder plaatje is. Ja. Tegenwoordig hebben wij de bewegingskenmerken die zijn gecombineerd. Dus de sportaanleg en de aanleg wat we op de keuringsterrein zien is gecombineerd tot één fokwaarde. Maar waarom dit gedaan werd, is omdat vroeger je wel duidelijk verschil zag in hoe paarden presteren aan de hand. Dus op een exterieurkeuring en het verschil wat ze in de testen, in de IBOP of AFP-test lieten zien. Dus daarom werd dat vroeger uit elkaar gehaald en dat is nu tot één gecombineerd. Ja. Kan dus meer kwaliteit zitten. Ja, dat kan. En zit dus op dat punt hoger scoren. Ja, dat is het idee. Daarachter, ja. Als je naar een eindgang zoekt, zou je dan bijvoorbeeld eentje zien, ga je dan kijken naar de fokwaarde of ga je dan kijken naar de lineair scoren? Ja, ik zou in dit geval, hè, als je dan, dit is wel een mooi voorbeeld, want wat ik zeg, in beweging zit, in de fokwaarde zit het eigenlijk best nog wel redelijk goed. Alleen de merrie zelf heeft daar wel wat moeite mee. Dus wat ik dan in ieder geval zou adviseren is probeer dan wel die beweging te verankeren. In de plaats van te verbeteren misschien niet, maar zorg wel dat je dan een hengst kiest die in ieder geval niet onder die 104 scoort. Ja. Zodat je zeker weet dat je het kunt verankeren. Kijk, het is allemaal wetenschap, het is natuurlijk niet... maar dat zou ik dan wel adviseren. Je moet beide niet helemaal los van elkaar gaan zien. Nee. Ja. Nou, in theorie, op beweging ben ik het met je eens. Kijk, een paard kan een keer anders bewegen. Kan, door training kan die wat verbeteren. Alleen de exterieur kenmerken, het ras, bouw, beenwerk, theoretisch natuurlijk niet. Ja, er zijn wel wat verschillen. Kijk, als je een paard goed traint, dan zal hij misschien wat sterker in de rug worden. Dan kan dat kruisje misschien iets opschuiven naar de positieve kant. Maar er zijn kleine verschillen, zouden het dan moeten zijn. Nou, dan gaan we verder naar potentiële kandidaten zoeken. Fokwaarden, rapporten, karakter, eigen waarnemingen. De hengsteninformatie boeken jullie wel bekend. Er staan alle fokwaarden in van alle hengsten. Ook gewoon online te bekijken. Dan zijn ze in ieder geval altijd actueel. Dus die zou ik gewoon hanteren. Nou ja, we verzamelen al die lineaire scoreformulieren. Alle ABFP-testen. En uit al die gegevens genereren we dus die fokwaarden van die hengsten. Dus dat heeft dus ook eigenlijk weinig te maken met de observatie van de hengst zelf. Maar ook de prestaties van alle nakomelingen, vader, moederdieren, worden daarin meegenomen. Dus het is ook weer een samengestelde fokwaarde. Dat is bij de merrie ook. En dat is bij de merrie ook, ja. Ja. De fokwaarden zijn altijd samengestelde cijfers. Lineaire scoreformulier is echt uniek. Ja. Kijk, en hier staat het ook. Gemiddelde fokwaarde is die 100 met een spreiding van 4. Dus alles wat plus of min 4 is, is eigenlijk gemiddeld. Dus gaan we selecteren, staat er ook, willen we verbeteren, moeten we voor de maximum kenmerken boven die 104 gaan zetten. En voor de optimum kenmerken is het, hou het gewoon op het gemiddelde. Stel je hebt zeg maar een merrie met de maximale kenmerken boven 104. En je zoekt een hengst zijn en die heeft één kenmerk of twee kenmerken van 102 of 103. Ja. Nee, nou ja, als je 102 zit, je bedoelt, ja, als je op die 102 zit bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld heb je merrie die zit dan op de 105 of 106, zeg maar, op ja. En
Ja, dan zit hij op zijn gemiddelde. Hè? Dan zit hij dus in dat gemiddelde. Dus de kans dat je dat dan gaat verankeren is aanwezig, maar een stuk minder minimaal natuurlijk dan dat je iets kiest wat boven die 104 zit. Nee, dan zou je echt de andere kant op moeten gaan denken. Kijk, als je echt hengsten hebt die onder die 100 gemiddeld zitten, dan zou je daar dat probleem kunnen krijgen. Maar anders zou je altijd boven die 100 moeten blijven natuurlijk. Ja. Nou ja, als je, voor het lezen van die hengstenindex is belangrijk om te weten dat donkerblauw, rood en dat lichtblauwe, dat dat dus gunstig is. Rood ongunstig en lichtblauw, dat zijn de optimum kenmerken. Dus die moet je wel goed lezen. Kijk, als je hier kijkt, dit is een voorbeeld van een hengst. Nou, die geeft dus duidelijk een beeld van 97 op een hoofd bijvoorbeeld. Nou, dat is de negatieve kant op. Besef je wel, het is nog steeds tussen die 96 en 104, dus het is niet ondergemiddeld. Maar hij zit er wel aardig tegenaan. Dus dat zijn wel van kenmerken dan, wat ik zeg, daar moet je echt rekening mee gaan houden. Dit is waarschijnlijk een wat oudere hengst al. Die fokwaarden worden natuurlijk één keer in zoveel tijd worden die geïndexeerd. En meer met de fokkerij vooruit gaan, dan gaan die cijfers ook meer vooruit. Als je dit ziet, dan denk je van, hoe kan zo'n hengst ooit goedgekeurd worden? Ja, een oude. Precies. Er zitten wat oude dingetjes bij, maar dat maakt niet uit. Sorry? Ja, dus... Dat zijn die optimum kenmerken. Ja, even kijken. Als we er eentje pakken... Hellend, ja. Nou ja, deze die scoort dus 105 op hellend. Dat is dus de kruisvorm, zeg maar. Je wil het niet te hellend hebben en je wil het niet te recht hebben. Je wil het dus eigenlijk in het midden hebben. En dat noem je een optimum kenmerk. Deze die gaat naar de hellende kant. Dat is eigenlijk iets wat je niet wil. Eigenlijk wil je hem juist wat meer recht hebben. Dus ja, de vraag is, moet dat geen donkerblauw kenmerk zijn? Maar omdat we daar zeggen van, we willen graag een gemiddelde zien, is het een optimum kenmerk. Dus zo moet je die lichtblauw moet je wel zo lezen. En eigenlijk wil je dus die optimum kenmerken niet te ver uit het midden hebben. Eigenlijk is het niet gewenst. Nee, niet gewenst. Alleen omdat het een optimum is, is die lichtblauw. Maar daarom moet je het wel goed bekijken. Als het een optimum kenmerk is, zorg dan wel dat je kijkt van, dat moeten geen excessen worden, zeg maar. Want je wil eigenlijk in het midden zitten met die optimum kenmerken. Nou, hier hebben we een ander voorbeeld. Nou, deze hengst die scoort beduidend beter. Wat hier wel een hele belangrijke is, wie ziet hem? Ja, hè? Dat sabelbenigheid. Hij scoort 94 op sabelbenigheid. Dat is natuurlijk best wel een extreme score. Hè? En dat is wel iets wat je duidelijk mee moet nemen, want die zit dus ook buiten die normaalverdeling. Ja, kruislengte hetzelfde. Ja, inderdaad. Die zit daar nog net tussen het... tussen het gemiddelde nog wel, maar die zit er ook krap tegenaan. En ook iets hellend kruisvorm, wat je ook liever niet ziet. Maar dit is wel gebaseerd op veel nakomelingen, dus dit zijn wel redelijk betrouwbare waarden. En vooral goed kijken naar die betrouwbaarheidswaarde, die er altijd bij staat. Daar kom ik nou op. Mate van, het is wel belangrijk om te weten dat 80% en hoger, dus die betrouwbaarheid van die fokwaarde 80% en hoger, dat het echt wel redelijk betrouwbaar begint te worden. En daaronder... Is het er nog een inschatting van? Dat hebben ze van alle nakomelingen die zo geïnstalleerd zijn. Ja, klopt. Ja. En dan ligt het natuurlijk ook nog aan de merrie natuurlijk. Ja. Dat is een merrie. Die heeft zijn vakwaarde ook ingebracht. Ja, dat klopt. Ja, en die combinatie moet je dan gaan zoeken. Ja. Ja, nou, nu gaan we even door naar de site, kfps.nl. Wat kunnen we daar allemaal vinden? Nou, de fokdoel, sportdoel, waar we het net over hebben gehad. Dus dat kun je allemaal rustig eens teruglezen. Paardgegevens uiteraard, hengsteninformatie, de reglementen en keuringen en dan die inteelt- en verwantschapberekeningen. Als je hier kijkt, als je inlogt op mijn KFPS, dan heb je, als je lid bent en je hebt die merrie geregistreerd staan, dan kun je hierop inloggen. En dan heb je eigenlijk allemaal verschillende tools wat je kunt gebruiken. En deze heb ik hem even iets verder uitgelegd. Kijk hier, bij ledenservice, KFPS, hengsten, daar staan alle gegevens bij. Onder fokkerij, moet je niet vergeten, daar staan alle rapportages van de hengsten. Dus ook die DNA-eigenschappen, drageneigenschappen, dat soort zaken staan daar allemaal ook vermeld. Kijk, als je hier de hengsten selecteert, nou, dan kun je gewoon een hengst selecteren. Ik heb even als voorbeeldje Alwin genomen. Hier kunnen we dus eigenlijk de afstamming van Alwin zien. Daarbovenaan kunnen we de merrielijn zien, het verwantschappercentage, dat soort zaken. Rechts kun je dan nog selecteren op verschillende onderdelen.
Het belangrijkste waar we het nu over hebben zijn dan de vakwaarden. Dit zijn dan de vakwaarden van Alwin. Nou, dit zijn dus eigenlijk wel de vakwaarden die je dan gaat gebruiken om met je Mary, om te matchen met je Mary's vakwaarden, zeg maar. En nogmaals, probeer niet te veel te verbeteren, want dat gaat toch niet lukken. Probeer echt gewoon de belangrijke dingen uit je Mary te halen die je zegt van oké, daar moet ik echt of wil ik echt wat in verbeteren. En probeer de rest te verankeren, laat ik het zo maar noemen. Ja, die pak je mee, ja. Maar als je... Ja. Ja, die moet je eruit filteren. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja, daarom is het is echt vergelijken. Linea score, fokwaarde van je merrie. En die leg je naast de fokwaarde van een hengst. En dat moet dan mooi met elkaar matchen. Probeer zoveel mogelijk dan om dingen te verankeren. En de dingen die echt negatief zijn bij jouw merrie en in jouw fokwaarde. Die relatie is het mooist om op te zoeken natuurlijk. En die probeer je dan te verbeteren met een hengst die fokwaarde wel positief kan verbeteren. Ook kun je hier dus nog even de totalen zien van hengsten. Dat is ook wel interessant. Sterpercentage staat hierbij. Aantal dekkingen, dat soort zaken. Nou, dan heb ik deze even geboren. Dan is dus een toeltje het uitgebreid zoeken. Die staat daar rechts onderin. Dan kun je bijvoorbeeld, als je die aanklikt, dan kun je dit doen. Ik weet niet of jullie die kennen. Als je dit doet, ook weer het advies. Probeer ze niet allemaal in te vullen, want je vindt geen hengst. Kan ik je nou al zeggen. Dus probeer hier ook, probeer gewoon 5 kenmerken te selecteren, maximaal, die je wil verbeteren. Nou, en als je dan bijvoorbeeld als je de romprichting wil verbeteren, dan zou ik zeggen groter dan, en dan tik je daar die 104 in, want eigenlijk wil je dus boven die 104 zitten. Zo selecteer je een aantal kenmerken die we vooraf vastgelegd hebben, middels die fokwaarde. En dan ga je gewoon, en dan laat je het systeem zoeken en dan zul je zien dat je 2, 3, 4 hengsten bij die selectie gaat vinden. Als je geluk hebt en als je pech hebt, dan moet je een van de onderdelen laten gaan. En moet je nog een keer zoeken, net zolang totdat je gevonden hebt wat je wil vinden. Het is best lastig, maar het is wel leuk om even mee te spelen. Want, het is... Ja, op het moment dat je... Nou nee, dat krijg je dan nog niet direct te zien. Op het moment dat je een hengst geselecteerd hebt... Wat ik meestal doe is eerst, omdat ik dat heel belangrijk ook vind, dan ga ik bij mijn paarden... Ja, ja. Ja, dan ben ik wel helemaal blij met een hengst. Ja, en dan is het verwantschap heel hoog. Heel vaak. Ja, je kunt het op verschillende manieren doen, inderdaad. Ja, ik denk daar hetzelfde. Het is toch schrikbarend als je merkt, nou ja, er zijn nu ook een paar hengsten gewoon heel prominent aanwezig binnen de fokkerij. Dat zie je ook. Ja, klopt. Van één bekende fokker heeft prachtige hengsten. Kijk zelf op naam dat ze goed bij mijn merrie passen. Ja, ja. Maar dat verwantschap is heel hoog. Ja, en dat wordt alleen maar hoger. Er is er ook weer bij komen. En je ziet dat het nu richting de 19 gaat. Ja. En ik vind dat... Waar, dat is maar, dus de fokkerijraad, snap ik. Maar ik vind dat best wel heel zorgelijk. Ja, is het ook. Ja, is het ook. Ja, dat klopt. Maar de hengstenhouders geven daarin natuurlijk wel ook een bepaald voorbeeld. En ik snap wel dat die hengstenhouders die hengsten op stal hebben. Een fantastische hengsten. Alleen, die gaan vervolgens wel om met de merries worden gefokt. En dan zie je dus dat, nou, ver boven de 18,5, dat die nakomelingen, ik schrok daar gisteren van. Ja, klopt. Ja, dat is een probleem waar met z'n allen denk ik heel, daar moeten we gewoon heel alert op zijn met z'n allen. En daar ook gewoon, Maar je ziet dus dat het aardgenijntje, ik heb toevallig de veulen ook uit die lijn en een hele oude merrie waar ik helaas 15,7% glanschap. Maar Quentin is bijna 28, maar daar wordt relatief weinig mee gefokt. En waar ik dan eigenlijk, dan hoort hij niet thuis, maar dan wel van schrik dat Elias 494 nu op wacht is gezet. Ja. En hoe kun je dat doen? Die presteert op internationaal niveau gigantisch. Ja. Die voert daarna ook nog zijn fokprogramma uit. Ja. En die wordt nu op wacht gezet. Denk ik, goddom, hoe kun je dat doen? Een Jorrenzoon. Dus dat denk ik, hoe doe je dat? Ja, dat is. Nou ja, dat is inderdaad een discussie die. Kun je daar een reactie op geven? Ja, daar kan ik wel een reactie op geven. Nou, dat is gewoon simpelweg omdat het reglementair zo vastgelegd is. Kom op, jongens, maar we hebben een probleem.
nee, we hebben, ja, maar je kunt niet zomaar zeggen, we gaan alle regels en richtlijnen die we hebben zomaar veranderen. Maar die Hans, de reden dan? Hij heeft niet genoeg nakomelingen. Maar ik merk dat er zijn meer mensen die daar opmerkingen over plaatsen. Maar hij heeft het over de baan, hè? Hij fokt. Ja, maar dat hebben andere hengsten ook. Dat hebben andere hengsten net zo goed. Ja. Nee, maar moet u luisteren. Ik sta hier niet om te zeggen dat Elias... Nee, kijk, hij staat op wacht omdat het reglementair zo vastgelegd is. Het enige wat Elias hoeft te doen... Hij is niet afgekeurd. Hij voldoet gewoon nu niet aan de aantallen. Dus hij moet gewoon zorgen dat hij gevoel heeft. Hij heeft er nog maar twee, geloof ik. Als hij de twee laat zien, dan kan hij opnieuw beoordeeld worden. En dan kan hij gewoon weer door. Maar je geeft het KPS wel een signaal af. Dat vind ik zo jammer. Ja. Ja. Maar ja, dat zijn regels en richtlijnen. Daar kun je ook niet zomaar omheen natuurlijk. Hij is al niet zo jong meer, hè? Hij is 13. Ja, die heeft zijn tijd wel. Ik voorzie daar ook geen problemen in. Maar reglementeer is dit gewoon... Je zou het wel anders in kunnen pakken richting de leden, vind ik. Als je zoiets meldt. Toch. Iets positiever. Want het komt heel raar over als je dat dan ziet. Elias op haar mees ook. Ja, mees ook. Ja, mees ook. Ja, er zijn ook mensen die zorgen ervoor dat er wel genoeg nakomelingen zijn. Nou ja, goed. Je dat is ook een... Ja, dat klopt. Ja. Maar dan zou je misschien moeten gaan kiezen. Dit was al wel een poos bekend dat die tekort zou gaan komen. En dat is ook gecommuniceerd. En er is ook al gevraagd om meer nakomelingen. Dus in dat opzicht. En er lopen er dadelijk weer wat mee. Dus ik verwacht dat die ook binnen niet af... Ja, daarom. Dus er worden... Nou ja, als hij zijn nakomelingen laat zien, in het reglement staat ook dat de inspectie kan, op een ander moment kan beslissen om een hengst weer goedkeuren of van wacht af te halen. Dus als hij gewoon voldoet, dan komt dat gewoon bij inspectie en kan daar gewoon een besluit genomen worden om hem gewoon weer in actieve dienst te stoppen. En hoe promoten KPS ook echt van hengsten, dat is nu geen antwoord op geven, dat hengsten die minder gebruikt worden, dat die toch meer gebruikt gaan worden. Want je ziet nu toch echt dat zorgelijke ontwikkeling, dat bepaalde hengsten achter de fokwaarde en de uiterlijke kenmerken en alles aanlopen. Die hengsten dus bovenmatig gebruikt worden en de andere dus een stuk minder. Ja, de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt ook bij de fokkers zelf. Klopt. Kijk, en wij promoten natuurlijk vanuit KVPS, wordt er gigantisch gepromoot op het stukje verwantschap juist. Ook de fokkerij maakt daar heel veel kabaal voor, zeg maar, om fokkers te attenderen op het probleem. En ja, heel veel meer dan nu, we adviseren en informeren de leden. Kijk, de keus ligt uiteindelijk bij de leden. En wat je zelf al aangeeft, er zijn heel veel mensen die gewoon, die kiezen gewoon goed maar goed. En wat verwantschap is, dat maakt ze niet zo heel veel uit. Precies, maar ja. En de ene hengst houden heeft hele goede reclame over zijn hengsten. En de andere, die hebben een paar en die doen wat minder. Ja. Maar goed, veel meer. Kijk, ja, dan zou je er een soort beloningssysteem aan moeten gaan hangen om onverwante hengsten te gaan. Ja, een dekbeperking voor heel populaire hengsten, dat zou ook een optie zijn. Alleen dat zijn dingen, en dat is Fokkerijraad inderdaad, die heeft daar een stuk of 5, 6 plannen, die hebben ze liggen, zijn ze aan het uitwerken. En dat komt komende jaren uit, zulke dingen. En karakter. Niet te vergeten, kijk ook in de rapporten van de hengsten staat ook altijd een stuk omschreven over de nakomelingen. Neem dat ook mee. Hè. Er is ook een lijstje gepresenteerd tegenwoordig. Hij heeft een soort fokwaarde op karakter. Die kun je ook zien op de site. Neem dat mee. Hè, dit is een voorbeeld van een lijstje hoe dat bijgehouden wordt. Dus elk paard wat beoordeeld wordt op een AWFP en IBOP, of ABFP-test en de hengsten die in het centraal onderzoek lopen, die worden zo gescoord op deze manier om een bepaald... Ja, klopt. Ik had er nog even eentje bijgepakt, zo staat het dan uit het centraal onderzoek, zo komt dat er dan uit te zien. Hier heb je nog meer gegevens. Dit is allemaal het rapport van de hengst. Dus hier kun je best wel heel veel data uithalen. Wat ik wel belangrijk vind is, daarom ga ik er even wat sneller doorheen, verwantschappercentage, de gemiddelde inteelt van de hengst, gemeten ten opzichte van alle paarden, en het inteeltpercentage. En om dat te bekijken, heb ik even een voorbeeldje gemaakt. Ja, dan ga ik even naar mijn paarden. Dan heb ik een eigen paard even geselecteerd die ik heb. En je ziet al, ik heb een merrie die heeft een verwantschap van 18%. Die zit ook vrij hoog in de verwantschap. En dan kun je dus heel makkelijk, op het moment dat je inteeltberekening kiest, kun je heel makkelijk een hengst selecteren waarvan je dus al bepaald hebt van oké, die twee of drie hengsten denk ik van nou, die ga ik eens even kijken hoe dat dan uitkomt. Nou, hier heb je dan een hele overzicht van alle hengsten die je kunt selecteren. Nou, ik heb voor de gewoon te leren van mij heb ik even een hengst Ulbrand bijvoorbeeld gekozen.
Want ik zit wat hoger in het verwantschappercentage. Dus ik denk, nou pak ik een hengst die wat meer onverwant is. Al groeit die natuurlijk nu heel hard door zijn zone. Ja, dus ik zie daar, het intiltpercentage natuurlijk 0,2 en 1,46. Dus dat is op zich best wel heel netjes. En het verwantschap is iets naar beneden gegaan. En als je dan kijkt naar de fokwaarde in combinatie met mijn merrie, 104, bouw 106, beenwerk 102, oké, dat is dan tussen het gemiddelde. Maar de stap, de draf en ook de galop zou die daarin kunnen verbeteren. Dus op zich zou dat een mooie match zijn voor mijn merrie. Als je dan, ik had deze ook een keer voor mijn merrie, maar dan volgens mij is hij meer richting toon tredend. Maar de fokwaarden waren heel mooi en dan kom ik dus op punt 2. Ja. Wat kies ik dan? Nou, daarom moet je dus wel blijven kijken naar die individuele stukken in die fokwaarden. Die fokwaarden vergelijk je met elkaar. En want als jij dat ziet in je fokwaarden, kies jij Ulbran niet eens als hengst om hier in te voeren, zeg maar. Nee, dat komt hier niet uit. En waarom geeft KVS wel een advies over het intiltpercentage en niet over het verwantschapspercentage? Omdat het best wel lastig is, want ja, dat geldt mindere mate ook voor het intiltpercentage, maar dat is heel veranderlijk. Dus het is best wel heel lastig. Het gemiddelde verandert ook continu. Dus het is vrij lastig. Het gemiddelde zit nu op 17,9 geloof ik. 17,8, 17,9. Dus het advies is om daaronder te blijven. Alleen het gemiddelde fluctueert elke maar keer dat wat. Dat zie je niet, maar bij het intilt, dat fluctueert toch wel? Ja, fluctueert net zo goed. Dus waarom dan bij de intilt wel en bij de verwantschap niet? Weet niet, de antwoord kan ik je zo niet geven, waarom we dat niet doen. Ja. Wat is het verschil dan van intilt en verwantschap? Ja, wat is het verschil? Het verschil is in den mate, kijk, als je hoogverwante paarden hebt met elkaar, die hebben over het algemeen ook een hoger intiltpercentage met elkaar. Dus in dat opzicht... Ja, in dat opzicht heeft het niet zoveel met elkaar te doen. Maar je kunt wel twee groepen paarden hebben met een heel hoog verwantschap, die onderling heel hoog verwant zijn. Maar als je twee hele hoog verwante stammen met elkaar zou kruisen, dan kan je maar zo op 0% intilt uitkomen. Ja, en intilt is eigenlijk dichterbij. Ja. Dus zeg maar, jouw moeder, je oma, je overgroot oma. Het verwantschap is echt een hele... Ja, dat is ten opzichte van de hele populatie. Ja. 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 Dus daar zit wel een groot verschil in. Verwantschap is inderdaad gewoon heel breed over de hele populatie gekeken. Intilt is echt... Ja. Ja. Want hoogverwante paarden, als je die matcht met elkaar, die kunnen best wel heel laag in de intilt komen uiteindelijk natuurlijk. Dus ja, dat is ook een spel wat je moet spelen. Ja. Ja, kijk, wat ik zeg, het gemiddelde 17,8, 17,9 op dit moment. Dus het advies is, probeer daaronder te blijven. Ja. Alleen hoeveel daaronder? Ja, je hebt niet zo heel veel keuze over het algemeen. Ja. Ja, dus als je alleen maar onverwante dieren gaat gebruiken, dan worden die vanzelf weer verwant. Dus dan gaat het verwantschapspercentage weer omhoog. Dus dat is best wel een hele lastige discussie. En voor nu kunnen we zorgen dat we, en dat proberen we nu eens, de hengstkeurscommissie probeert dat ook te doen, om in ieder geval van alle hengsten te zien dat je zoveel mogelijk bloedspreiding krijgt, dat alle hengsten in ieder geval een goedgekeurde zoon hebben, of in ieder geval aan moedersvaderskant, zeg maar, dat daar gewoon veel meer spreiding in gaat komen. Maar is het voor advies dan om het verwantschapspercentage laagte te laten prevaleren voor het intiltpercentage? Want als je een hoogverwant te merrie koppelt aan een hengst, dat een hoogverwantschap maar lage intilt uitkomt. Ja, ik zou voor nu... Ja, nu zou ik zeggen, als je het verwantschap nu laag weet te houden, is de kans dat je straks meer intilt krijgt ook veel lager natuurlijk. Ja, dus je geeft eigenlijk het verwantschapspercentage... Ja, dat zou je... Ja. Als het verwantschap laag is, dan zou je... uiteindelijk zou dat intilt ook meer naar beneden moeten gaan. Ja. Ja. En als jij puur naar intilt gaat kijken, dan zit je weer in je eigen fokfamilie te kijken. En is het effect veel kleiner. Ja. Op den duur. Je praat altijd over generaties en dit soort dingen natuurlijk. Ja? Nou ja, dan zijn we er doorheen eigenlijk.